prins Eddie, prinses Christel, jeugdprins Yannick en jeugdprinses Amelie. Hartelijk welkom in het gemeentehuis van Pelt. Maar ik ga er toch iemand overhandigen, dat is deze. Die gaan we vorige week een lil gegeven. Die lag terug onder de mat. En ik heb juist begrepen dat we de enigen zijn die volharden in het doorgaan van Limburg. Beste carnavalisten en genodigden, welkom op onze 42e carnavalstoet van Pelt. Hij brengt me overal waar ik zijn moet, al moet ik dan wel terugrijden. Beste carnavalisten, Zubertjes, burgemeester en gemeentebestuur. Ik ben trots dat ik vandaag als prinses Amelie door de straten van Overpelt mag trekken. Lieve mensen, beste carnavalisten, bedankt allemaal voor jullie talrijke opkomst. Een speciale dankjewel aan mijn fanfare, het was een feestelijk onthaal. We gaan er een leuke dag van maken met mijn opa Edwin de Eerste en mijn mama Christel de Eerste. En met het leuke jeugdprinsenpaar Amelie de Eerste en Janneke de Eerste. Ik wil jullie prinsenpaar, jeugdprinsenpaar, een super fijne dag toewensen. Geniet ervan, voor Jos. Omdat hem altijd redt en zo. Dus geven wij ook graag onze jaarorde aan u. Verrassing is, Jos. Je had alles weten. Vier jeugdprinsen en prinsessen. Vier stoeten en dit is de laatste stoet in een mooie serie. Het is de afsluiter van Carnaval in Pelt. Thank you.
de grond zitten, achter elkaar en roeien! Yeah. En mogen dan nog niet kwijt? Daar gaan we! Naar voren en roeien! Daar was laatst een meisje nodig. Thank you.
Ik wil nu 20 uur aan mensen.